Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal hebben we het heel veel over beleggen en kijken dus ook regelmatig naar de cijfers van bedrijven, naar de cijfers van aandelen. Maar laten we nu dus juist. Ook in de laatste video van deze serie, eigenlijk een stapje terugnemen. Uh, kijken naar de financiële cijfers van het bedrijf. En waar moeten we dan op letten? Wat zeggen deze cijfers? Of wat kunnen we hieruit opmaken? In de vorige twee videos hebben we al gekeken naar de resultatenrekening. en naar de balans van het bedrijf. En nu in deze video gaan we kijken naar het laatste onderdeel van die financiële cijfers. En dat is de cashflow statement, oftewel het kaststroomoverzicht. Wederom een korte video, eigenlijk. Een uitleg, een korte uitleg op hoofdlijnen, zodat je een beetje weet. Wat je tegen kunt komen en hoe je het ongeveer kunt lezen. Dus laten we snel beginnen. En hier zien we dan de cashflow statement, oftewel het kaststromenoverzicht. En dat geeft een overzicht, zoals de naam al zegt, van de kaststromen. Waar komt het geld vandaan en waar gaat het geld naartoe? Dit is wel anders dan de resultaatrekening die we eerder hebben gezien. En dat kan juist komen omdat je soms te maken hebt met boekhoudkundige regels, dat het uiteindelijk. Um, boekhoudkundig anders geld omgaat dan de echte kaststromen, het geld dat je echt uitgeeft. Denk bijvoorbeeld aan een afschrijving bijvoorbeeld, maar daar komen we straks ook nog wel op. Net zoals eigenlijk de andere twee onderdelen van de financiële gegevens, de resultaatrekening en de balans, kun je die vinden bij de financiële cijfers van het bedrijf. Voor Apple dus bijvoorbeeld, google het gewoon Apple Investor Relations en meestal kun je dan vrij snel de cijfers vinden van het meest recente kwartaal. Maar je kunt natuurlijk ook weer gaan naar beleggertools.nl, het aandeel opzoeken, het tabbladcijfers kijken en dan overklikken naar het kaststroom, oftewel de cashflow statement. En het voordeel daarvan is dat je niet alleen het laatste kwartaal ziet, maar ook de voorgaande kwartaal of jaren, en dat je daar dus juist makkelijker kunt vergelijken. Maar in deze video pakken we dus één enkel cashflow statement, wederom die van Apple, omdat het dan wat overzichtelijker is en makkelijker is uit te leggen, ook een cash flow statement bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Bovenaan beginnen we met cash, cash equivalent en... oftewel eigenlijk de beginbalans staat het er ook. Het is een bepaalde momentopname van een bepaalde periode. En uh, die periode begon met 35,9 miljard. Vervolgens zijn er allemaal dingen gebeurd... Geld binnengekomen, geld uitgegaan en dat komt uiteindelijk tot een eindbedrag, een eindsaldo. Gaan we kijken naar het eerste onderdeel. Dan hebben we het over de operating activities, oftewel de kaststromen die te maken hebben direct met de bedrijfsvoering. Dit is, heeft dus echt vooral te maken met waar houdt het bedrijf zich normaal mee bezig. Nou, in het geval van Apple is dat iPhones maken, iPads maken, Macs maken, diensten leveren zoals Apple Music bijvoorbeeld of Apple TV. Nou, daar hebben al deze kaststromen uh, betrekking op. Gaan we kijken hoe ze dan eigenlijk uh, uitvallen. Het begint bovenaan met de netinkom en dat is de ontvangen omzet in deze periode. Dit is anders dan bij de resultaatrekening de omzet van een bepaald kwartaal, omdat het niet zo hoeft te zijn dat de omzet die je in een bepaald kwartaal eigenlijk uh, genereert, je ook per se in dat kwartaal ontvangt. Als je dingen op uh, factuur doet bijvoorbeeld, uh, dan kan het zo zijn dat je misschien 31 mei bijvoorbeeld een factuur de deur uitstuurt maar dat je dat geld pas in juni betaald krijgt, nou dan is de omzet in mei, maar de kaststroom die komt eigenlijk pas in juni bijvoorbeeld dus dat is wel een verschil, en daarom is het juist ook een cashflow heeft al wat overeenkomsten met de resultaatrekening, maar toch echt twee heel andere uh, type financiële gegevens eindigt eigenlijk. En het volgende stukje zien we dan ook een paar adjustments, oftewel aanpassingen eigenlijk op uh, de operating income, uh, operating activities. Dat zijn aanpassingen omdat het boekhoudkundig kosten kunnen zijn zonder dat je echt geld uitgeeft. Nou, ik denk dat de bovenste uh, depreciation, and amortization, dat dat ...een heel herkenbaar voorbeeld is, een heel duidelijk voorbeeld is... ...stel jij koopt een gebouw voor 1 miljoen dollar... ...dan kun je dat volgens de Belastingdienst... ...kun je boekhoudkundig afschrijven in 30 jaar tijd misschien... ...dus elk jaar gaat daar 33.000 dollar gaat er van af... ...dat is dan boekhoudkundig een soort van waardevermindering... ...een soort van uitgave, terwijl het in het echt natuurlijk niet zo is... ...dat jij een bepaald bedrag uitgeeft dat jaar... ...omdat het gebouw minder waard wordt... Nou, dat is dus een groot verschil tussen boekhoudkundig of de cashflow. En daar wordt in dit gedeelte eigenlijk een beetje een correctie op geboekt. Um, dat, ja, Die afschrijving heeft jou niet echt geld gekost. Het heeft jou alleen boekhoudkundig. Op papier heeft het jou geld gekost. Daar wordt voor gecorrigeerd. Denk ook bijvoorbeeld aan uh, share-based compensation. Oftewel, als je aandelen aan je personeel geeft, aan je topbestuur geeft, dan heeft dat. Het kost jou niets om een aandeel uit te geven, maar het heeft wel een bepaalde impact. Eigenlijk is het een soort van kastroom zonder zelf geld uit te geven. En zo heb je meer van dit soort posten. Vervolgens zien we dan ook wederom wat aanpassingen, wat veranderingen eigenlijk in de bezittingen of de schulden die je hebt. Eigenlijk posten dus eigenlijk van de balans die we in de vorige video hebben behandeld. Verandering in bijvoorbeeld geld wat je te ontvangen hebt van debiteuren. Hoeveel heb je gefactureerd? Hoeveel heb je misschien nog te ontvangen? Wat is daar het verschil inmiddels in? De voorraad. Heb jij misschien extra geproduceerd? Is je voorraad in waarde toegenomen? Nou, in dit geval zien we dat wel. Een miljardje erbij. Het kan ook zo zijn dat je juist heel veel verkocht hebt. Dat er heel veel vraag was. Dat je voorraad nu bijna op is. Dan zal je voorraadpositie bijvoorbeeld afnemen. Dat dan zien we hier ook terugkomen. Te uh, niet leveranciers die je moet betalen. Zoals de Belastingdienst bijvoorbeeld. Je, het is niet zo dat de belastingdienst een dienst levert waarvoor je betaalt. Maar je moet wel voor bepaalde dingen belasting afdragen. Dat zien we hier terugkomen. Uh, hier had ik overige willen typen. overige post. We hebben accounts payable. Oftewel de crediteuren. Geld dat je nog te ontvangen hebt. Omdat je al wel producten hebt verkocht. Maar de factuur nog niet betaald is. Deferred revenue. Heb je inmiddels al omzet geboekt. Winst geboekt. Maar deze nog niet uitgegeven. Maar juist eigenlijk weer opgeslagen, toegevoegd aan je balans, dan zien we dat hier ook terugkomen. En ook voor de, um, voor de schulden heb je een overige post. En dit zorgt wederom voor een subtotaal in dit geval van 75 miljard, voor dit onderdeel op basis van de operating activities, oftewel de bedrijfsvoering die je normaal doet, wat daaraan cashflow is gebeurd eigenlijk in een bepaalde periode. Gaan we dan door naar het tweede onderdeel van de cashflow statement. Dat zijn de kaststromen die te maken hebben met investeringen. Nou, wederom hebben we hier verschillende posten. Laten we die even kort gaan bekijken. We zien hier bijvoorbeeld purchases of marketable securities, oftewel eigenlijk aankopen. Aankopen die je doet. Misschien in aandelen, in obligaties. Omdat je geld achter de hand hebt, dat je graag aan het werk wil zetten. Misschien investeer jij in leveranciers van jou, in andere bedrijven. Om in ieder geval iets te doen met het geld dat je hebt. Dat zien we dan hier terugkomen. Voor 61 62 miljard trouwens de laatste periode. We zien ook de proceeds. Um, van deze marketable securities. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat jij aandelen hebt, investeringen hebt gedaan, dat je bijvoorbeeld een dividend ontvangt, of dat inmiddels iets verlopen is en dat het af wordt gesloten, dan krijg je misschien ook een eindvergoeding daarvoor. Die zien we hier terugkomen dat is een positief bedrag. In dit geval van Apple zo'n 18 miljard. Het kan ook zo zijn dat je juist dingen hebt verkocht. Aandelen die je een paar periodes geleden hebt gekocht. Investeringen die je een tijdje geleden hebt gedaan, dat je die nu juist verkoopt. En die zien we dan hier terugkomen. Wederom een plusgetal, want het geld komt binnen. In dit geval zo'n 24,6 miljard. Dan kan het ook nog zo zijn dat je extra investeringen hebt gedaan in de Activa. We hebben straks gezien in de vorige video. De Activa zijn eigenlijk de bezittingen. Staan aan de linkerkant van jouw balans. Dit zijn misschien de bedrijven die je hebt. Kantoorpanden, de machines bijvoorbeeld. Die zien we hier terugkomen. Het kan zo zijn dat jij. Extra panden bijgekocht. Het kan zo zijn dat je panden hebt verkocht. In dit geval zien we een afname van zo'n 5,3 miljard. Dan zien we nog eventuele overnames. Altijd ook wel belangrijk als een bedrijf in één keer heel veel omzetgroei heeft. Heeft dit bedrijf het dan zelf, voor, ja, zelf gegenereerd? Hebben de winkels van dit bedrijf Um, hebben die zelf meer producten verkocht? Of hebben ze bijvoorbeeld een overname gedaan? Extra winkels gekocht? Een ander bedrijf gekocht? En neem daarom de, de omzet juist toe? En dat kun je vaak heel snel hier vinden door te kijken... hebben ze in die periode een overname gedaan? Nou, niet ze hebben wel overnames gedaan... maar 9 miljoen en 102, of 167 miljoen zijn niet hele grote overnames. Zeker niet voor een bedrijf zoals Apple. Ook hier zien we trouwens wederom een post met Adder... Zo'n 570 miljoen. Uiteindelijk de cashflows, de kaststromen uit de investeringsactiviteiten van het bedrijf, is een uitgaande kaststroom van zo'n 25,4 miljard in die periode. Gaan we door naar het volgende gedeelte, het derde gedeelte, en dat zijn de kaststromen die te maken hebben met de financiering. En in dit geval, het is een beursgenoteerd bedrijf, is het vaak zo dat die financiering dan eigenlijk schulden zijn uh, aan aandeelhouders, misschien wel daar. Aandeelhouders financieren eigenlijk heel veel van het bedrijf je verkoopt aandelen en dat geld dat het jou op heeft geleverd is eigenlijk geld dat binnenkomt of misschien zijn het obligaties ook wel dat heb je ook wel ooit bij dit soort bedrijven um, dat is eigenlijk de financiering van het bedrijf gaan we kijken welke onderdelen we hier tegenkomen dan zien we bovenaan um, komt eigenlijk neer op de belastingen die je moet betalen we zien ook dividend dat je uitkeert Payments for dividend en dividend equivalents. Dus het kan zo zijn, en in dit geval is het ook zo, dat het bedrijf het aandeel ook winstuitkering doet, dividend uitbetaalt. Nou, in deze periode heeft Apple voor zo'n 7,3 miljard aan dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het kan natuurlijk ook zo zijn um, dat het bedrijf heel veel winst maakt, niet alles uitgeeft aan dividend, niet alles hoeft te investeren, geld achter de hand houdt, maar ook misschien wel zelf een eigen aandelen opkoopt. Dat zien we hier ook gebeuren. In het geval van Apple zelfs voor zo'n 43 miljard aan eigen aandelen opgekocht. We hebben ook nog de opbrengsten van schulden die ze hebben. Nou, in het laatste kwartaal was dat niet het geval, maar in diezelfde periode, zes maanden geleden of een jaar geleden is in dit geval, was dat wel het geval bijvoorbeeld. Hier zien we dus best wel een, een verschil. Je kunt dan ook gaan onderzoeken van waarom is dat zo. Je ziet dat ze ook eventueel schuld die ze hebben kunnen aflossen, vaak ook moeten aflossen. Afgelopen kwartaal was dat zo'n 3,7 uh, miljard dat ze hebben afgelost. Je hebt ook nog eventuele opbrengsten van investeringen die je hebt gedaan. Die zien we hier terugkomen. Dat is zo'n 999 miljoen. En ook wederom hiervoor zien we een post van overige. En dan zien we dat de totale cashflow voor de financieringsactiviteiten van Apple in dit geval. Ook wederom uitgaande kosten zijn met zo'n 56,5 miljard. Dan blijft over het onderste gedeelte. En dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van de bovenste dingen. We hebben hier plus 75, min 25, min 65 gehad. Dat komt op een minbedrag uit van 6,7 miljard. Pakken we het beginbedrag van 35,9. Halen we daar 7,6 van af. Dan is de eindbalans eigenlijk. Uh, van deze periode sluiten we deze periode af met een positie, een cashpositie van 29,2 miljard. En ook in dit geval, in, ja, bij deze cijfers, zijn het eigenlijk relatief weinig cijfers. Wederom past het op een A4'tje, maar kun je er toch weer veel informatie uithalen. En je ziet ook duidelijk het verschil tussen de resultatenrekening en hoe boekhoudkundig bepaalde dingen worden bekeken, tussen de daadwerkelijke kaststromen van het bedrijf. Zoals gezegd, een heel duidelijk voorbeeld daarvan is altijd de afschrijving. Koop jij een computer, die moet je. ...voor de belastingdienst bijvoorbeeld in vijf jaar tijd afschrijven. Nou, die kaststroom, dat is jouw aankoop. Je koopt eenmalig een computer bijvoorbeeld voor 2000 euro. Dat zien we hier terugkomen. Terwijl in de boekhouding, in de resultaatrekening... Uh, ...je juist, of op de balans trouwens ook... ...je elk jaar in die vijf jaar tijd 400 euro afgeschreven ziet worden. Dus het is best wel een groot verschil tussen de echte uitgaven die jij doet... Of de boekhoudkundige uitgaven die je ieder jaar doet. En daarom is juist een cashflow heel belangrijk. Je kunt daar precies zien welke kaststromen het bedrijf inkomen en waar het geld aan wordt uitgegeven. En je kunt deze cijfers dus vinden op de website van het bedrijf zelf, in dit geval van Apple. Maar je kunt natuurlijk ook gaan naar beleggertools.nl, het aandeel opzoeken en daar de cijfers bekijken voor zowel de resultatenrekening als voor de balans. En voor de cashflow statement en het voordeel hiervan is dat je ook per kwartaal of per jaar makkelijk de cijfers naast elkaar ziet en dus ook makkelijk trends en vergelijkingen kunt maken. En wil je nog beginnen met beleggen en ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro of naar Bucks. Beide brokers hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Maak gebruik van mijn affiliate link onder de video. Op die manier ontvang ik een kleine vergoeding. Maar kun jij gebruik maken van de acties die ze dus hebben op dit moment voor nieuwe klanten? Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Hopelijk heb je er weer wat van geleerd. Heb je er nog vragen, tips, suggesties of andere feedback? Laat het weten in de reacties onder de video. Vond je het een leuke, interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nog Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.